Is die tuin weer nieuw? Kan ik wel vertellen over tuin gesproken? Wat bij ons wel verandert is de heg. Wij hebben een heg samen met de buren. En de buren snoeien alleen. Wij hebben 4 meter, ze hebben 4 meter. En de buren snoeien alleen hun eigen stukje. Ook in de vakantie. Oh, zeikers, vreselijke mensen. Meneer NSB is vreselijke mensen. Nee, dat zeg ik bewust. Ze verklikt iedereen. Hij heeft dat dan, hoor. Dus als wij terugkomen van vakantie, is hun heg helemaal strak. En die van ons helemaal... Ze staat ook altijd voor de deur. Als wij terugkomen van vakantie, staat ze altijd voor de deur en zegt ze... Nou, we kunnen jullie heg wel zien dat jullie lang zijn weg geweest. Nou, wij gaan door de vakantie. Wat zou Herman moeten zonder zijn tuintje? Nou, la 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 la. Ik weet wel een paar dingen, hoor. En die bladeren van jullie kastanje altijd bij ons in de tuin. En die fietsen op ons in rit. Typisch van die rijdende rechterrukkers. Ja, en wel mijn favoriete programma. En ik zei daarna altijd, van, omdat hij op meneer Visser heet. Maar ja, meneer Visser is helaas niet meer bij Rijden Rechter. Die moest weer voor Pegels naar SBS, weet ik veel. En nu hebben we meneer Reed. En nou is het leuk, ik wist dat ik de hele week naar Groningen ging. En de zondag zat ik te kijken, afgelopen zondag, naar de Rijden Rechter. En er was een aflevering op. Die refereerde een beetje aan het verhaal wat ik u nu ga vertellen. Ik heb dus de hele aflevering uitgeschreven. U kunt ook uitzendingen miskijken. Maar ik lees even omdat het zo past bij wat ik... Nou, even de bril op, al zie ik niks. Die gaat nog naar beneden, hoor. Wat zijn jullie rare mensen. Nou, oh, goed, kijk, er zit een gat in die map. De hele map is stuk, zie je dat? Oh nee, dat hoort dit in. Oh, was maar pauze. Nou. Dus dit is de aflevering van afgelopen zondag. Ja, ik moet even bril opgooien. Oh, wel bij de glazen. Ik heb plus 2. Dus plus 1, dus plus 2. Plus 1, plus 2. Ja, ja. Hoe verzie je het? Nou, en deze aflevering speelt zich af in Midden-Brabant in, nou, rond Os, Uden. Nou, dat doet hij niet. Geachte rijdende rechter, het begon meteen al bij terugkomst van onze vakantie uit Luxemburg. De familie Schelkers, onze buren, hadden een schutting geplaatst van 14 meter hoog, zodat het bij ons om 2:30 middags al donker is. Ja, zo ga ik het toch niet als buren met elkaar om, rijdende rechter. Ook ligt er al een tijdje 2 pitbulls op onze gezamenlijke oprijlaan. En kunnen wij, als wij terug zijn van de Aldi, de auto pas verlaten als Adolf en Osama zijn aangeleid. Ook vertrouwen wij de conifere kwekerij bij hen in de kelder niet. Het is toch van de gekke dat wij tussen 11 en 5 zonder stroom zitten, maar dat er s'nachts rook komt uit de elektriciteitsmeter. En ons maandbedrag is om eens van €244 naar €3688 gegaan. Ja, dan vraag ik u rijden de rechter, waar zijn we dan mee bezig? Tevens heeft meneer Schelkers vanmiddag radioactief materiaal over onze schutting gegooid. En groeiden nu oranje vierkante komkommers en fluoriseerde radijzen met een omtrek van 3 meter in onze moestuin. En als je de stekker van een schemelamp in de kont van onze golden retriever Wona stopt, dan kan ik je daar heel Pinkpop mee uitlichten. Ik hoop dat u snel kan langskomen rijden, rechter. Dan kom ik graag even naast u rijden om het uit te leggen. Zelf ben ik namelijk rijdende loodgieter. Peers, ik las in die privé dat u van uw vrouw afgaat. Echt waar, dan ben u meest een scheidende rechter. En als u op het toilet zit, dan ben u de scheidende... Laat me gaan. Kom gauw langs, want het is heel ernstig. Ah, zo heerlijk dit programma. Dat is heerlijk. Ik hou zo van het programma. De week daarvoor was er mevrouw bij de kippenhok. Die stond over de erfgrens. Toen moest ik, jongens, ik sta toch verdomme een vrouw te houden. Mag ik nou één keertje? Laat maar weer. Doe